Hey allemaal, allemaal welkom bij deze nieuwe video. En vandaag is weer een opgemaakt video. Ik heb weer mijn productjes voor me uitgestald, een beetje per categorie. Dat heb ik toch ondervonden dat dat het handigste werkt, dus daarom doen we het nu ook. Ik heb ook wat dingen die ik weggooi. Ja, we gaan het gewoon allemaal doornemen en bekijken. Dus, let's go. Ik begin met douchen, want dat is zoals gewoonlijk het meeste. Het is wel echt, gezien de korte tijd, enorm veel. Maar, meteen even zeggen hoe dat komt. Meerdere dingen heb ik in lange tijd gebruikt. Dus echt waarvan ik maar één keer per week misschien die douchegel gebruikt heb. Want ik krijg echt nog steeds heel vaak de opmerking, wow, wat maak je veel op? I know, het lijkt veel, maar ik gebruik soms gewoon echt 4-5 douchegels tegelijk. En dan wissel ik af. Ik ben niet een persoon die elke dag dezelfde douchegel pakt. That's me. Ik hou van afwisseling en geuren en... dus daarom lijkt het altijd echt veel, maar ja, die producten komen gewoon op een bepaald moment, op hetzelfde moment allemaal op. En dan is het echt, zit er misschien een week tussen, maar dan is de ene douchegel ook opgelijk met de andere. En daarom lijkt het altijd zoveel. Dus even nog een kleine voetnoot. Maar goed, ik begin met een Lush product, de Olive Branch. Die zat in een doos, een pakket die ik gekocht had aan de helft van de prijs. En deze beviel eigenlijk op zich heel goed. Een citrusgeur, mandarijnsap, citroenolie. Rook echt ontzettend lekker. Dus ik denk dat ik die wel nog een keer opnieuw ga kopen. Het flesje ga ik wel bewaren, want die mag je nog steeds inruilen als het goed is. Dan een Rituals, The Ritual of Jing, de Relaxing Foam. Die is heel vies, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ja. Ik denk dat dit ook toch een van mijn favoriete lijnen is. Ik ben afgelopen week nog naar Rituals geweest. En ik heb de Deep Sleep Mist in een full size gekocht. En de badzat die hiervan was, heb ik nog een keer opnieuw gekocht. Ja, het ontspant samen met de blauwe en de roze lijn zijn dat echt mijn favorieten nu. We blijven even bij Rituals. Want ik heb nog twee producten van Rituals. De Ritual of Sakura. De body cream. Wacht, dat is eigenlijk voor straks. Maar... ik heb hem nu toch vast. Ik dacht dat het de scrub was. Nee, het is de body cream. Maar ik dacht echt serieus dat ik die scrub ook opgemaakt had. Maar ik zie dat tubetje hier nergens staan. Want de scrub had ik opgemaakt en die vond ik echt niet fijn. Ofwel heb ik dat in de vorige opgemaakt behandeld. Ik weet het echt niet meer. Die was te soft. Niet goed voor mijn huid. Maar de cream daarentegen, die gebruik ik heel graag. Ik ben echt fan van Rituals. Body creams ruiken allemaal lekker, trekken goed in. Ja, een fave. En de andere is van de Happy Buddha lijn, die er zelfs niet meer is intussen, heb ik gisteren, gisteren gemerkt toen ik bij Rituals ging. Het is allemaal een gele lijn geworden nu, maar de geuren zijn volgens mij wel grotendeels hetzelfde. Ja, Sweet Orange en Cedar Wood. Maar de oranje is nu de gele lijn geworden, mocht je het noemt niet meer Buddha, het noemt Energize. Nog wat ofzo. Maar ook deze scrub, alweer een beetje hetzelfde als wat ik net zei over de roze lijn. Niet echt dikke scrub. En hij lost niet op in het water. En dat vind ik heel jammer, want dat is bijvoorbeeld bij Lush echt wel het geval. Dat zijn zout- en suikerscrubs. En ja, je gebruikt dat. Het is heel ruw voor je huid. I love it. Ruw, maar toch verzorgend. Niet pijnlijk ofzo. En die lossen op in het water. Terwijl met dit, als je dit echt te vroeg doet terwijl je nog in bad zit, dan zit je de hele tijd terug in die korreltjes. En dat is echt niet fijn. Dus merk er door wat aan. Dat is ook beter voor het milieu. Niet dat ik zo'n milieutrut ben, maar ja, al die plastic scrubdeeltjes die spoelen allemaal mee het water in. Terwijl zout en suiker lost gewoon op. Maar goed, dat was de break van de dag. dan heb ik 3 Tahiti douchegels opgemaakt. De orchidee, de vanille en de tropenhout. Tropenhout is eigenlijk meer een mannenversie, heb ik gemerkt. Maar ja, ook wel lekker. Maar de orchidee is mijn favoriet geweest. Vanille, ik had het nog een keer gepakt, maar ik kom altijd tot de conclusie dat vanille toch niet mijn geur is. Terwijl ik nog een product heb opgemaakt met vanille. En dat ga ik er zo meteen bij pakken. Namelijk de Fa Keep Calm and Love Winter. Ook met vanille. Maar die vond ik gewoon schattig, onder verpakking vooral. En die heb ik heel vaak eigenlijk als badschuim gebruikt en niet als douchegel.
Maar ja, ik zag deze in de action staan en ik dacht, ach, kijk hoe schattig. Alleen al daarom. Heel lief. Dan deze van Kruidvat, de Sea Mineral Douche Gel met peeling erin. Die lost volgens mij ook niet echt op in het water. Maar dit is gewoon heel fijn om met een scrub handschoen te gebruiken, dat je meteen ook gedoucht bent. Want je hebt een scrub, maar scrub gaat echt de werking hebben van dode huidcellen verwijderen. Maar dit is echt een 2-in-1, ook meteen douchegel. Dus voor dit product pak ik heel vaak gewoon mijn douchehandschoen en dan lekker scrubben en wassen tegelijk. Dus dat is wel een win-win situatie. Dan 2 Dove shower foams. Deze heb ik niet gebruikt als shower foam. Ik heb ze elke keer gewoon opengedraaid en het als badschuim gebruikt. Omdat ik ze als foam niet fijn vind. Maar ik vind, ja, ze schuimen heel goed als je het gewoon in het water doet. Dus daarom heb ik ze op die manier gebruikt. En ik vind de gewone geur iets lekkerder dan de pear. Zo. Dan heb ik deze. Van The Body Shop British Rose Shower Gel. Deze had ik extra bijgekocht, omdat als ik nog 1 of 2 euro kocht, dan kreeg ik extra punten of zo. En toen dacht ik, goh, ik pak deze. Hij stond ook in de sale toen voor 5 euro of zo, in plaats van 7. Dus ik dacht, ja, ik pak wel deze. Daarom ben ik er ook heel spaarzaam mee geweest. Dat is net als mijn Lush gel, dan doe ik echt heel zuinig ermee. Maar dit was echt een heel lekkere geur. Roze. Rook lekker door. Echt. Nu ik hem weer ruik. Echt. Gehalte L'Occitane eigenlijk. Als ik het moet vergelijken. En dan toch wel een stuk goedkoper. Dus misschien ga ik deze nog een keer opnieuw halen. Als ik nog een keer in de Body Shop ben. Want ik kom daar echt 1 keer per jaar of zo. Een ander Rituals product is ook van de roze lijn. De Sakura lijn. De badfoam. Dit is echt qua badfoams mijn favoriet. Dus ja, daarom ook met deze. Deze heb ik echt langer dan een half jaar gehad, omdat ik er heel zuinig mee doe ook. Heel lekkere geur dit. Aanrader. Dan deze Cougar Intense Aftercare Keratin Hair Mask. Salt, sulfate en silicone free. Afhaal. Deze komt ook uit een dutybox volgens mij. Of uit een hoodiebox, ik weet het niet meer. In ieder geval, intense aftercare? Nee. Ik had toen ik dit uitspoelde en mijn haar ging kammen het gevoel dat er niks van conditioner in gezeten had. Terwijl ik echt bij wijze van spreken die halve pot gebruikt heb. Ik heb hem 2 keer opgebruikt. Nee, echt geen fijn product. Geen aanrader. Nope. Weg ermee, ik hoef het niet meer te zien. Nope. Dan de Kruidvat shampoo van baby shampoo lijn. Deze heb ik gebruikt om mijn kwasten schoon te maken, want ik pak altijd baby shampoo daarvoor. Dus ja, ik kan niet oordelen op de kwaliteit. Hij was mijn kwasten goed, meer kan ik niet zeggen. Dan heb ik een deo opgemaakt, de Nivea Fresh & Care. Niks bijzonders, Nivea deo's zijn gewoon goed. Dan Lush Cookie Dough Lip Scrub. Dit is een product dat ik eigenlijk ook heel lang heb laten staan in mijn badkamer. Ik ga het even zetten. Heel lang laten staan in mijn badkamer. Een beetje vergeten dat het er nog stond. En toen ben ik hem weer beginnen gebruiken. Ik vind het op zich wel een fijn product. Maar niet nodig in je ritueel. Ik bedoel, als je je lippen goed verzorgt elke dag met lipbalsem, is scrubben eigenlijk niet heel erg nodig. Want ik heb het gevoel, hoe meer ik scrub, hoe meer ik net wel die velletjes krijg. Dus ja, leuk als het in een box zit of zo, dat je het erbij krijgt. Maar om het nu opnieuw te gaan kopen weer, dat weet ik niet. Ja, ik heb mezelf verplicht om het in mijn doucheroutine een paar keer per week te stoppen. Maar ja, nee, geen aanrader om het opnieuw te doen. Dan komen we bij de dingetjes. The Ritual of Jing. Pinomis, de kleine heb ik dus opgemaakt, maar ik heb hier nu een full size. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik spreek dit op mijn lakens en dat is gewoon lekker ontspannend. En ik heb het idee dat ik het lekkerder slaap. Dus als dat voor mij werkt,
heeft niemand daar verder een mening over te hebben. Dan, nee, eerst de parfums. Twee parfums opgemaakt. Wauw. Dit is de Insolence van Guerlain. Hier heb ik heel lang mee gedaan. Het is een heel zoete parfum. Ik was wel een beetje ashamed toen ik merkte dat een collega van 50 dit ook gebruikte. Als je er inderdaad aan ruikt, is het eigenlijk wel meer zo'n iets oudere damesparfum. Een beetje Grammy-achtig. Maar ik vond hem ook gewoon heel lekker. En ik heb hem wel met plezier altijd opgehaald. Dus ja, ik vind het wel jammer dat hij op is. En de tweede parfum die ik heb, wat ik hier trouwens altijd doe, is in bakken gooien. Ik sorteer al mijn afval meteen. Dus vroeger knipte ik dat eruit toen ik nog video's gewoon monteerde. Maar ja, dat doe ik dus de hele tijd. En de tweede die ik heb opgemaakt is de Eau Tropical van Sisley. Is dat volgens mij? Ja, Sisley. Een heel duur parfum ook, maar zo lekker. Zomers. Ah, heerlijke geur. Ik ga deze echt missen. En het is dat Sisley ook best wel moeilijk te verkrijgen is. Je hebt het maar in een paar Issy Paris zelf filialen volgens mij, niet eens overal. Nee, maar echt, dit is zo'n lekker parfum. Misschien komt hij er ooit nog wel een keer opnieuw. Ik heb hem wel nog in bodycream, heb ik laatst gezien. Dus die kan ik nog opgebruiken. Dus ik kom bij de verzorgingsproducten. Deze L'Occitane Oil to Milk reiniger. Iemand is me aan het spammen. Even de telefoon weg. Oil to Milk reiniger. Ik ben echt niet van de olieproducten, maar ik had het gratis gekregen bij een pakketje. Ooit, denk rond nieuwjaar of zo. En daarom had ik hem gebruikt. En als je hem in bad gebruikt is het wel goed, maar ik zou het niet gewoon zo op mijn huid gebruiken. Want mijn huid en olie gaan niet zo goed samen. Dan deze had ik hier gevonden bij mijn reinigingsproducten en in de douche gezet. De Cleansing Milk van Pure van Issy Paris XL. Ook een testertje wat we ooit bijgekregen hebben. Maar ik zou het echt totaal niet opnieuw kopen. Want je hebt veel betere producten van Nivea bijvoorbeeld. Die een stuk goedkoper zijn dan deze. Dan de Cougar Bee Venom Facial Serum. Ik heb er ooit ook een masker van opgemaakt. Dat was een hele duty box die een keer in het teken stond van deze producten. Ik vond het een fijn serum. Dus denk ik nog een klein beetje in op. Maar ik ga hem wel weggooien, want ik heb het al best wel lang gebruikt. Er zit nog een klein beetje in. Maar ja, ik ga hem wegdoen. Maar ik heb deze niet vaak genoeg na elkaar gebruikt om er een goede mening over te hebben. Het masker vond ik wel fijn, maar deze, nee, iets minder denk ik. Dan de You Better Work primer van Essence, die ik heel hard ga missen. Ik denk dat ik er nog twee in mijn stash heb liggen. Ik ben nu eventjes een andere aan het gebruiken. Maar ik ga deze echt zo hard missen. Oh, bring it back, Essence, bring it back. En dan heb ik ook nog een poeder opgemaakt, de Essence My Skin Perfector Loose Powder in Light. Was fijn, maar als ik dan naar dit soort poeders moet gaan, dat zijn die losse zeg maar, dan zou ik eerder naar een witte translucent powder gaan, naar dit. Want dit maakt soms toch wel een klein beetje oranje. Deze camouflage cream van Catrice heb ik opgemaakt in de kleur Light Beige. Ja, omdat ik heb vooral op mijn kin echt enorm veel puisten nu door de mondmaskers. En dit werd gewoon heel goed. Dan pak ik een ander kwastje, breng ik het erover aan en dan mijn foundation. Dus ja, daarom ben ik overgestapt voorlopig naar deze potjes. En omdat ze ook allemaal in mijn stash staan. En die moet allemaal een keer op. Dus vandaar. En dan ook nog een masker van Rituals, de Rose Argan. Ah nee, het is body conditioner. Maar body conditioner voor onder de douche was het. Ik dacht dat het een masker was. Dit ruikt wel heel lekker, alleen het laat zo'n teringbende achter in je douche. Of in je bad. Tja, echt niet fijn. Maar het verzorgt wel intens goed. Dus qua verzorging zou ik het zeker opnieuw kopen. Maar voor de mes die het achterlaat, iets minder snel. Dan heb ik nog deze pot opgemaakt met Renewing Body Butter van het merk Relax, denk ik. Het zat ook ooit in een goodie of duty box. Maar dit was echt een heel rare body cream. Je denkt dan body cream is heel verzorgend en vettig. Maar deze
was net heel licht en het werd, als je het opensmeerde, een soort van water. Dat was echt heel raar. Dus deze zou ik niet opnieuw kopen. En dan heb ik nog 4 producten die ik weggooi. Dit pakje reinigingsdoekjes, omdat ze helemaal uitgedroogd zijn. Ik wil laatst eentje pakken. En kijk, die doekjes zijn gewoon droog. Er zit niks meer op. Dus vandaar weg ermee. Deze slakkenslijmgel. Ooit was dat echt een hype. Maar dit staat al zo lang. Ik denk wel 15 jaar intussen in mijn stash. Dat ik denk, dit kan niet meer goed zijn. Dus ik ga het zo meteen gewoon wegspoelen. Nieuw. Dan deze tan product. Van Mindtan. Ik tan mezelf niet. Ik ben er bang voor. Ik zei toen dat ik het kreeg, dat ik het ging proberen. Maar ik ga het toch niet doen. Dus het ligt echt voor niks in mijn stash. Ik ga het gewoon wegdoen. En deze Dove Derma Spa. Ook met zelfbruinend effect. Ook weer een beetje dezelfde reden dat ik het wegdoe. Omdat ik er bang van ben dat ik strepen ga hebben en zo. Weg ermee. Zo. Oh nee, wacht. Nog 3 productjes. 3 wenkbrauwpotloodjes. En dan denk je, ben je als een gekje wenkbrauwen gaan doen? Nee. Dit waren er 2 die al in mijn stash lagen. En die ik gewoon tot het einde heb opgebruikt. Letterlijk. 2 van Catrice volgens mij. En deze is ook van Catrice. En die heb ik in een week opgemaakt. Omdat, dit is met zo'n draaiding. En ik zweer, ik heb echt de helft van dit gewoon kapot gemaakt. Als in dat ik het net een millimeter te ver open draaide. Dat ik mijn wenkbrauw deed en dat afbrak. Dus deze, ofwel moet Catrice het iets dikker maken dat je beter kan doen. Want ik deed heel voorzichtig en toch braken ze af. Het borsteltje daarentegen is wel heel goed trouwens. Nee, maar deze koop ik niet meer. Liever dan, ik dacht, dan moet ik niet meer scherpen en zo. Maar ja, liever scherpen dan dat ik de helft van mijn potlood kwijt ben door het afbreekt. Oeps. Dus ja, vandaar. Deze zijn goed, deze minder. Dit was het. Mijn opgemaakte product. Het heeft nog langer geduurd dan ik dacht om alles te laten zien. Ik bedank jullie voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende video. Adios.